Ik zal nou, luisteraars, voor u enige teksten opnoemen over de Grieken. Een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, kwamen te Iconium tot geloof in Handelingen 14 vers 1. Idem te Berea in Handelingen 17 vers 12. En Paulus probeerde te Korinthe Joden en Grieken te overtuigen, Handelingen 18 vers 4. Alle die in Azië woonden, hoorden het woord des Heren, Joden, zowel als Grieken, Handelingen 19 vers 10. Van Grieken en niet-Grieken ben ik een schuldenaar, Romeinen 1 vers 14. Behoud is eerst voor de Judeër, maar ook voor de Griek, Romeinen 1 vers 16. Verdrukking, heerlijkheid, eer en vrede, zij komen over eerst de Judeër, maar ook de Griek, Romeinen 2 vers 9 tot 11. Er is geen onderscheid tussen een Judeër en een Griek. Romeinen 10 vers 12. Voor hen die geroepen zijn, zowel Judeërs als Grieken. 1 Korintiërs 1 vers 24. Geef nog aan Judeërs, nog aan Grieken, nog aan de gemeente aanstoot. 1 Korintiërs 10 vers 32. Door de doop is er geen sprake van Judeër of Griek. Grieken zijn hier gelaten, oftewel de onbesnedenen genoemd. Galaten 3 vers 28, hoofdstuk 2 vers 7. Opmerkelijk is ook dat Jezus zegt, nog die niet van deze stal zijn. Het Grieks voor andere schapen is alles, dat wil zeggen, nog meer van dezelfde soort. En niet heteros, want dat betekent van een ander soort. Dus Jezus heeft het altijd over dezelfde schapen. Judeërs en heidenen. We zien we de eerste brief van Paulus. Hij schrijft aan de uitverkorenen van de vreemdelingen der verstrooiing. Dat staat in de grondtekst. En hiermee bedoelde Paulus niet Joden. Deze waren toen nog niet tot de verstrooiing, want die waren nog niet verstrooid. Vergelijk daarbij Johannes 7 vers 35. Als in het Nieuwe Testament Joden bedoeld wordt, staat er ook altijd Judeër en geen vreemdeling. Zo staat in Handelingen nooit het woord vreemdeling, maar wel 40 keer Judeër. Het konden dus bekeerde heidenen zijn, maar als we verder lezen staat er, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden. Dat doet ons denken aan de dorre doodsbeenden, geestelijke opstanding van het huis van Israël, Ezechiël 37. Ook wat Petrus verder schreef toont aan dat het niet, althans niet in de eerste plaats, om de heidenen gaat, dus om de niet-Israël volken. De profeten hebben juist dikwijls over tijd en afstand heen geschreven over de toekomstige herleving en zaligheid van hun eigen volk, de verloren stammen. 1 Petrus 1, vers 1 en 10 tot en met 10. Is dit heil kunnen ook de heidenen begrepen worden. Zo spreekt bijvoorbeeld Jesaja ook over het heil voor alle volkeren. Maar bij de profeten in het algemeen kwamen de heidenen er niet zo goed vanaf. Het zoeken en forsen van de profeten ging uit naar de bekering van heidenen. Niet van heidenen, maar van het verheidenste Israël, het verloren huis van Israël, en van die herleving. Jesaja 41 vers 8, 44 vers 1 tot 5, 49 vers 4 tot 6, 54 6 tot 8, 65 8 en 9, Jeremia 16 vers 14 en 16, Jeremia 31, Ezechiël 20, 33 tot 43, 36, 22 tot 32, geheel Ezechiël 37, Hosea 1, vers 2, enzovoorts. De profeten zullen deze profetieën aangaande Israël zeker niet verstaan hebben en er beslist over hebben nagedacht. Ook als we lezen in 1 Petrus, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem
die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Vergelijk dit met Exodus 19 vers 6 en Hosea 1 vers 10 en 11. Dit zijn duidelijke beloften gegeven aan Efraïm. Ten slotte nog iets over Jacobus. Hij schreef: groet de 12 stammen in de verstrooiing. Jacobus 1 vers 1. Ook dit is duidelijke taal. Wie geeft het recht dit op anderen toe te slaan? Bovendien spreekt hij over onze vader Abraham, Jacobus 2 vers 21. En als hij later spreekt over Rachab de hoer, is het maar de vraag of pas bekeerde heidenen opeens zo goed op de hoogte waren van een detail uit Israëls geschiedenis. Ook waren het geen Joden, want ze waren afkomstig van de twee stammen. Jacobus 2 vers 25. Als we nog een paar punten noemen die we zo hebben behandeld. In de eerste plaats de opdracht van Jezus om eerst naar de verloren schapen van het huis van Israël te gaan. De opmerking dat de Joden, dat Jezus naar de Griekse verstrooiing zouden gaan. Zending aan alleen Grieken. De briefwisseling tussen de hoge priester Ineas en de Spartiaten. De brief van Jacobus aan de 12 stammen. De brief van Petrus aan de vreemdelingen van de verstrooiing. De beschrijving van 4 Esra over de 10 stammen bij de rivier de Seret. De zeer veel profetieën aangaande de toekomst van Juda en Israël. De geschriften van vele kerkvaders. De Ierse kronieken en vele andere hier niet genoemde gegevens. Belangrijke profetieën over Israël. Inderdaad zal God zijn woorden gesproken door de profeet Hosea waarmaken. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar wijngaarden geven en het dal Achur maken tot een duurder hoop. Hosea 2 vers 12 en 13. Inderdaad, zij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. Lucas 1 vers 54 en 55. Zie ook Lucas 1 vers 72 en 73. Al werd hier zeker ook en in de eerste plaats de verlossing uit de macht van Satan bedoeld, God zou zijn volk nooit vergeten. Luister nog eens naar wat de profeten ons mogen zeggen. Gij jubelt onvruchtbare die niet gebaard hebt. Breek uit in gejubel en gejuicht, gij die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen der eenzamen, dat is Efraïm, zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, dat is Juda, zegt de Heere. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen. Dit is dus niet Juda, maar Efraïm. Ja, gij zult de schanden van uw jeugd, dat is weer Efraïm vergeten, en aan de smaad van uw weduwschap, dat is Juda, niet meer denken. Want uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam, en uw losser is de heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlatene en diep bedroefde vrouw heeft de Heere nu geroepen als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. Jesaja 54, de verzen 1 tot 7. En dan lezen we verder. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid. En men zal u noemen met een nieuwe naam die de mond des Heren zal bepalen. Gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen verlatenen, men zal uw land niet meer noemen woesternij. Jesaja 62, vers 1 tot 4.
Jeremia zei, keer weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want ik ben de Heer over u. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion. En ik zal u een herder geven naar mijn hart, en die zullen u weiden met kennis en verstand. Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volkeren zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem. In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het noorderland komen naar het land dat ik aan u een erfdeel gegeven heb. Jeremia 3, de versen 14 tot en met 18. Elders schreef Jeremia, hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide zal het verzamelen en behoeden als een herder zijn kudde. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van die die sterker is dan hij. Jeremia 31, de versen 10 tot 11. En dan lezen we verder. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb. Dat was het Mosaïsch verbond. Ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Jeremia 31, de verse 31 tot 33. Zo ook Ezechiël. En gij, huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, wel aan, laat ieder zijn afgoden maar dienen. Doch later, toch dan zult gij luisteren en mijn heilige naam niet meer ontheiligen met uw offergaven en afgoden. Want op mijn heilige berg, op de hoge berg Israëls, luidt het woord van de Heere, daar zal het ganse huis Israël in zijn geheel mij in het land dienen. Als een lieflijke reuk zal ik behagen in u hebben, wanneer ik u voer uit het midden der volken. Ezechiël 20, vers 39 tot 44. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hem omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Zo lezen wij in Ezechiël 34, de versen 11 tot en met 13. De hand des Heren kwam op mij, en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij in een dal, dat dal was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen, en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei, de Heren, Heren, gij weet het. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven voort. Zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn zeer verdord, en onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Daarom profeteren, zegt het, en zo zegt de Heere, Heere, zie, ik open uw graven, en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. En het woord des Heren kwam tot mij, gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf erop voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en het gehele huis Israël wat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden. Let wel dat het breken van de samenbinding plaatsvond bij het verraad van Judas. Dus de eenwording zal daarna gebeuren. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volkeren naar wie gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen, en ik zal hen tot een volk maken in het land
op de bergen Israëls. En één koning zal over een alle koning zijn. Niet langer zullen zij twee volkeren zijn, niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal voor hen eeuwig tot vorst zijn. En de volkeren zullen weten dat ik de Heere het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Dit eeuwig zal zijn in het vrederijk op aarde. Ezechiël 37 vers 15 tot 22. En vergelijk daarmee Zacharia 11 vers 14. Ook Hosea laat zich niet misverstaan. Eens echter zullen de kinderen Israël talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te tellen of te meten is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land, want groot zal de dag van Israël zijn. Hosea 1, de versen 10 en 11. Het woord van de Heere der Heerscharen geschieden aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen: ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. In groeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zacharia 8, vers 1 en 2. Zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Ja, ik zal hen terugbrengen. Opdat ik mij over hen ontferm en zij zullen worden alsof ik hen niet verworpen had. Zacharia 10, vers 6. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zou gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijn de broederen terugkeren met de Israëlieten. Micha 5 vers 1 en 2. Ja, zo zal de Heere tot het einde der dagen de God der vaderen, de God van Israël zijn, ondanks al hun wederspannigheid. En door Israël zal Gods opdracht volvoerd worden. In deze eeuw gebrekkig, in het vrederijk optimaal. Opdracht namelijk: verkondig het evangelie aan alle volkeren tot hun redding, tot eer van de schepper van alle dingen. We zullen ons nu bezighouden met de beloften van Israël in het Nieuwe Testament. Alle voorgaande beloften aangaande Israëls verlossing vindt u in het Oude Testament. Maar ook, hoe kan het anders, werd deze belofte herhaald in het Nieuwe Testament. Zij, Maria, zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Zo lezen wij in Matthäus 1 vers 21. Gelijk op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, in het boek Matthäus, vinden we deze profetie aangaande de verlossing van Israël. Hier wordt niet bedoeld de zondaren van de huidige tijd, maar de profeet wijst daarop wat er vroeger geschreven is en door de engel wordt aangehaald bij monden van Jozef. We vinden ook een herhaling van de eerder aangehaalde belofte aan Micha. En gij, Bethlehem, land van Juda, zo lezen we in Matthäus 2 vers 6. En tegen de Canaanese vrouw zei Jezus: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Matthäus 15 vers 24. Dat is niet mis te verstaan. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dit was de goddelijke opdracht van de Heer Jezus, om te gaan tot die verloren schapen, want zij hadden die scheidbrief gekregen. Bij de Syrofenitische vrouw kreeg zij te horen: laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Met andere woorden, Jezus zegt: laat de kinderen, het brood van de kinderen, dat is Israël,
dat brood niet weggeven aan de honden, aan de heidenen. U leest dat in Markus 7, vers 27. En de engel zei tegen Zacharias, en hij, Johannes de Doper, zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, ten einde de Heere een toegerust volk te bereiden. Etmos, Lucas 1, vers 17. Dit gaat niet over de bekeerden uit heidenen, uit niet-Israël volkeren, die de Heere Jezus hebben aangenomen. Nee, hij zegt tegen Zacharias dat hij een volk, een toegerust volk, zal bereiden. Jezus zal als koning heersen over Israël. Want, zegt het woord van de Heere, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Jezus wordt koning over het huis van Jacob, de 12 stammen. En Davids troon was een aardse troon, want David zat op de troon des Heren, evenals zijn zoon Salomo. En Jezus erft deze troon van David, om koning te worden over geheel Israël. En zo zei Maria, hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. Hier wordt niet gesproken over volkeren buiten Israël, maar over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob tot in eeuwigheid. Zacharias, vervuld met de Heilige Geest, zei, want hij zal omzien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Dit is wat Zacharias onder de tucht van de Heilige Geest zegt. En verder zegt hij, zijn heilig verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham, onze vader. Simeon zei dat God voor het aangezicht van alle Israëlvolken bereid heeft licht tot openbaring der heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël, zowel voor de 10 stammen als voor Juda. Op de vraag van de discipelen, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap over Israël? Zei Jezus dat die tijd door zijn vader beschikt was. Petrus zei in zijn grote toespraak op de grote Pinksterdag, gij zijt zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vader gemaakt heeft, toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om u te zegenen door een ieder u eraf te brengen van zijn boosheden. Handelingen 3, vers 25 en 26. In de Hebreeënbrief vinden wij het volgende. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het Mosaïsch verbond, dat wil zeggen het voorwaardelijke in tegenstelling tot het onvoorwaardelijk Abrahamitisch verbond. En verder, want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonde zal ik niet meer gedenken. Hebreeën 8, vers 8 tot 12. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder zijn zonen van Jozef, Ephraim en Manasse, gezegend. Hebreeën 11, vers 20 en 21. Jacobus schreef in zijn brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verander is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Jacobus 1, vers 16 tot en met 18. En Petrus zei het zo, u dan, de vreemdeling in de verstrooiing, dat wil zeggen die verloren schapen van Israël, die gelooft, geldt dit kostbare voor de ongelovige geld, de steen der bouwlieden, dat was Juda, afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoons en een rots der ergernis
voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Hij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, en dan wel naar de ordening van Melchizedek, een heilige natie, dus dat is geen gemeente, want dat is geen natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, hè? U weet wel, Lo-Ami is Ephraim Israël, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, Lo-Ruhama, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus 2, vers 7 tot 10. In de tweede brief van Petrus beklemtoont hij: dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. 2 Petrus 1, vers 20 en 21. In de openbaring van Jezus Christus, geschreven door Johannes, wordt nadrukkelijk over de 12 stammen gesproken. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. Deze worden eerst en apart genoemd voor de grote schade de gelovigen uit alle volken, stammen en naties en talen, de gemeenten van gelovigen, zoals we lezen in Openbaring 7, versen 4 en 9. De toepassing der belofte. Willen al deze voorgenoemde zegeningen voor Israël in deze en in de komende eeuw nu zeggen dat dit volk, Ephraim in de kustlanden en Juda in de verstrooiing, nu beter is dan andere volken? Wel, Gods woord is daar zeer duidelijk in. Het antwoord is maar drukkelijk nee. Slechts het geloven, liefhebben en het nagevolgen van Jezus als Zoon van God, geven door zijn zoenbloed het ware leven in deze en de toekomende eeuw. Alleen door de dood en de opstanding van Jezus kunnen de woorden uit Jesaja hun waarde hebben. Maar als verlosser komt hij voor Sion en voor zich wie in Jacob van overtredingen bekeren, luidt het woord des Heren, Jesaja 59, vers 20. En dat is nog niet in zijn geheel gebeurd. Dat blijkt wel uit de woorden van Paulus. Want een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid door heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Romeinen 11, vers 25 en 26. Maar voordat het zover is dat gans Israël zich tot hem bekeert, zal er nog heel veel moeten geschieden. Jesaja en vele anderen spreken daarvan. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen. Daarom blijft het recht van ons. Naar de daden zal hij vergelden, grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelding doen, zegt Jesaja 59, vers 2, 9 en vers 18. En zo geldt ook voor Juda. Zij zullen zich als volk pas bekeren bij de wederkomst van Jezus, wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat lezen we in Zacharia 12, vers 10 tot 14 en hoofdstuk 14, vers 1 tot 7. Hoe wonderlijk klinken al deze woorden van God ons in de oren. Kan dit alles waar zijn? Of ligt de fout bij ons, omdat we niet deden wat het psalmdichter ons voorhield? Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond tot een spreuk open doen. Ik wil al oude verborgenheden verkondigen, zegt de psalmist 78, vers 1 en 2. En ligt er niet ergens een verwijt in de gelijkenis van Jezus over de schat in de akker? Was deze schat dan zo verborgen? Moest het uiteindelijk niet zo zijn, zoals bij de Heer des Huizes die zijn schatten kende en zomaar de oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalde, zoals we lezen in Matthäus 13, vers 44 tot 52? Het is God, de Heer des Huizes, die ons deze schat, dit geheimenis, wil leren kennen, namelijk Christus, in wie al de schatten der wijsheid en de verkennis verborgen zijn, schrijft Paulus aan de Colossenzen hoofdstuk 2, vers 3. Maar toch
is ons al zeer veel geopenbaard. De profeet Amos kon dan ook zeggen, voorzeker de Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten. Amos 3 vers 7. Intussen zijn er zeker nog geheimenissen die ons nog niet geopenbaard zijn, althans nog niet door ons begrepen worden. Denk maar aan de laatste woorden van Daniël. Ik hoor wel, maar begreep het niet. Waarop God antwoordde, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Daniël 12 vers 8 en 9. Eén van die geheimenissen is de ware naam van Jezus. En zijn ogen waren een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele kronen, en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Openbaringen 19 vers 12. Nee, wij kennen zijn ware naam nog niet. Met onze aardse ogen en gedachten is dat niet mogelijk. Hoewel er aan ons mensen veel, veel namen van hem gegeven zijn, kunnen deze tezamen ons zijn grootheid nog niet doen doorgronden. Heeft zijn vader hem niet de naam boven alle namen gegeven? Maar eens zal het zijn, dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben, schrijft Paulus in 1 Korinthe 13 vers 12. Veel mensen struikelen af en toe over de waarheid, maar de meeste krabbelen snel weer overeind en gaan verder alsof er niets is gebeurd. Het oor dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is zal vertoeven te midden der wijzen, zegt Spreuken 15 vers 31. Namen en functies van Jezus. We willen nu enkele van de vele namen bezien die op Jezus betrekking hebben, namelijk man, lichaam, bruidegom, Melchizedek, in deze volgorde. We beginnen met de man. In Jesaja lezen we de heilbrengende profetie over Ephraim, de eenzame, de verlatene, die bedroefde vrouw, die versmaard werd. Je zegt God tegen Ephraim, uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam, en uw losser is de Heilige Israëls. Jesaja 54 vers 1 tot en met 8. Dan gaat het over de man Jezus. Indien een man, dat is God, zijn vrouw verstoot, scheiding voor Ephraim, zal hij dan nog tot haar terugkeren, Jeremia 3. Vers 1. Afkerigheid Ephraim en trouweloze Juda, twee dochters van hun moeder Israël, vandaar dat God ze aanspreekt als kinderen en zichzelf vader noemt. God is de man, Israël is de vrouw, zoals we lezen in Jeremia 3, vers 6 tot en met 20. Klaag uw moeder aan, dan gaat het tegen Ephraim, want zij is mijn vrouw niet meer en ik ben haar man niet meer. Zo lezen wij in Hosea 2 vers 1. Het zal in die dagen geschieden dat gij mij weer noemde zult mijn man, Hosea 2 vers 15. En vele dagen zult gij blijven zitten, gij zult geen ontucht bedrijven, geen andere man toebehoren, en ook ik, God, zal niet tot u komen. Hosea 3 vers 3 wordt gezegd tegen Juda. God vormde zijn volk Israël vanuit haar beginstadium en ging onder ede een verbond met Israël aan. Toen kwam ik voorbij u en zag u, dat moeten we lezen in Exodus 3, vers 7 tot 9, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere Heere, zo werd gij de mijne. Ezechiël 16, vers 6 tot en met 8. Later heeft de vrouw Israël zich onteerd, terwijl zij gehuwd was met haar man, dat wil zeggen met God. Zo lezen we dat in Ezechiël 16, vers 32. Zowel Ohola, dat betekent Samaria, als Oholiba, Juda, pleegden overspel.
Ook hier is God de man. Ezechiël 23, vers 1 tot en met 5. In de Romeinenbrief spreekt Paulus tot de Joden, tot Juda, die de wet kennen. De man, Jezus, is gestorven en je bent weduwe. En volgens de wet kun je weer opnieuw huwen met een andere man, namelijk de opgestane. Zo lezen we dat in Romeinen 7, vers 1 tot 4. Ook de Galatenbrief duidt op de verhouding man-vrouw. Het vroegere verbond, dat wil zeggen het huwelijk, tussen de wettische Jeruzalem, onze moeder, en God, is nu geworden tot een verbond tussen de nieuwe Jeruzalem, onze moeder, en dezelfde God, maar nu in Christus onze verlosser. De verheidenste Galaten waren als deel van Ephraim uit Asser aangekomen in Klein-Azië plus minus 300 voor Christus, en intussen door de bekeringsdrift der Joden weer tot hun oude Joodse godsdienst teruggekeerd. Het is jammer dat we hier niet verder kunnen ingaan. Maar Galaten 4, vers 21 tot 31. In zijn brief aan de Romeinen gaat het bij Paulus opmerkelijk over zijn volk Israël, Gods vrouw en om de verloren 10 stammen. Het lichaam, het hoofd. In de brief aan de Romeinen schreef Paulus eerst over de tijd van het oude, daarna over die van het nieuwe verbond. Tegen zijn eigen volk zegt hij, wat besneden te zijn heeft slechts betekenis indien gij de wet volbrengt. Maar dit baat niet, immers God vraagt besnijdenis van het hart. Maar van de heidenen die de wet, dus God, niet kent, zegt hij indien zij toch naar hun geweten Gods weg volbrengen, dat zij de ware besnijdenis van het hart hebben. Echter is na de opstanding van Jezus de situatie veranderd. Het is veel moeilijker geworden via de wet tot God te komen. Jezus heeft namelijk de wet geperfectioneerd. Alle titels in Jota's heeft hij benadrukt. Zelf heeft hij deze hele wet vervuld. Nu blijft ons het recht van één weg over. Door genade zijt gij zalig geworden. Met de opstanding begint iets nieuws. De opbouw van de gemeente, het lichaam des Heren, waarvan hij zelf het hoofd is. Dit lichaam zal bestaan uit de uitgeroepen Israëlieten. Dit groeiproces gaat door totdat we allen mogen komen tot de eenheid van geloof en van kennis van de Zoon van God, tot een perfecte man, tot de gestaltemaat van de volheid van de gezalfde. Letterlijk vertaald vinden we in Ezechiël in Efesiërs 4 vers 13 namelijk perfect. Dat betekent volmaakt, wil zeggen compleet. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente voorgesteld als het lichaam van Christus, waarvan hij zelf het hoofd is. Zo lezen we, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, zo zijn wij, hoewel vele leden, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Romeinen 12, vers 4 en 5. Zo zijn er nog veel Bijbelplaatsen waar wij dit lezen. Omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers deel aan het ene brood, zegt Paulus aan de Korinthe, 1 Korinthebrief, hoofdstuk 10, vers 17. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij alle tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En alle zijn wij met één geest gedrenkt. 1 Korintiërs 12, versen 12 tot 13. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Efeziërs 1, vers 22 en 23. Aan hem die het hoofd is, Christus, ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn gelederen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze uitoefent. Deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde. Efeziërs 4, vers 16. Christus is het hoofd zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Let wel dat het hier niet gaat om de verhouding man-vrouw, maar om de mate van de liefde tussen hoofd en lichaam.
maar verder. Maar hij koestert en voedt het zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Efeziërs 5, vers 23 en vers 29 tot en met 30. Hij die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan het zijne verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Filippenzen 3, vers 21. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, en ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente, schrijft Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 18 en vers 24. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, Colossenzen 3, vers 15. Slachtoffers en offergaven heb gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid, Hebreeën 10, vers 15. Nu de bruidegom. Jesaja wordt al verwezen naar de verre toekomst. Hier wordt al gesproken over God die zich als bruidegom zal verblijven over Israël de bruid. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. En zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden, schrijft Jesaja 62 vers 1 tot en met 5. Kunnen de bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hem is? Het gaat dus over de Israëlieten met Jezus. Zo staat er geschreven in Matthäus 9 vers 15, Lucas 5 vers 35. In de grondtekst staat niet bruiloftsgasten, maar letterlijk de zonen van de bruidskamer. Dat wil zeggen zijn naaste vrienden die hem helpen en adviseren voor de bruiloft. Dus zijn 12 discipelen. Bruiloftsgasten slaat dus niet op de bruid, want dat is Israël. Overigens komt het woord bruidegom ook nog voor in de gelijkenis van de 10 maagden in Matthäus 25 vers 1 tot en met 13. Hier dienen we echter op enkele zaken goed te letten. 1. Het is een gelijkenis over het koninkrijk, dat is in de Bijbelse symboliek Israël, die de vrouw is. 2. Er worden 10 maagden genoemd en geen 12. Het koninkrijk werd immers van de 2 stammen weggenomen. 3. Net als bij Juda zal ook Efraïm veel meer afval komen door anderen door de modernisering. En mijn Heer vertoeft te komen, Matthäus 24 vers 48. In principe geldt het natuurlijk voor iedere gelovige die afvallig wordt. Wij zagen dus dat de gemeenten de gelovigen het lichaam des Heren is. Maar tot nu toe is een soort gedeelte van Israël verhard, ongelovig en behoort dus nog niet tot het lichaam. God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden. Romeinen 11 vers 8. Dit deel van Israël is nog steeds de vrouw van God, de verstotenen, zowel als de weduwen. Er is nog steeds een tweeheid, man en vrouw, lichaam en Israël. Maar dan blijkt dat Paulus het Oude Testament goed kent en begrepen heeft. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonde wegneem, zij naar het evangelie vijanden om het wil. Naar de verkiezing zij de geliefden om de Vader en wil. Want de genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden, hun ongehoorzaamheid zo ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen ongehoorzaamheid besloten zich over alle te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend, of wie is hem tot raadsman geweest? Romeinen 11, vers 25 tot 34. Zo kon de schriftgeleerde Paulus de belofte van God aan Israël weer in herinnering brengen. Ik heb werkelijk Efraïm horen klagen,
Gij hebt mij getuchtigd, bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want Gij, Heere, zijt mijn God. Want nadat ik tot inkeer gekomen ben, heb ik berouw gekregen. Nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja, ook ben ik te schande geworden. Want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen. Is Ephraim mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat ik zo vaak, als ik van hem spreek, gedurig weder aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des Heeren. Richt uw merkstenen op, zet uw wegwijzers neer, zet uw hart op de herbaan, de weg die gij gaat. Keer terug, jonkvrouw Israëls, keer terug naar uw steden hier. Hoe lang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Heere schept iets nieuws op aarde. De vrouw zal de man omvangen. Jeremia 31, vers 18 tot en met 22. Let wel dat Jeremia moest profiteren over Ephraim, terwijl de 10 stammen al 120 jaar hiervoor naar Assyrië in ballingschap waren gegaan. Zo zegt God dus dat de vrouw Israël Ephraim tenslotte de man lichaam en ziel zal opnemen, omvangen, met als uiteindelijke doel de eenheid tussen man en vrouw. Dan zal de gemeente bij Israël zijn ingelijfd en Israël zal gemeente zijn geworden. Dan zal uiteindelijk de taak van Israël en de gemeente vervuld zijn en zal die tenslotte uitlopen op de grote finale waarvan Paulus schrijft. Wanneer alles aan hem onderworpen is, zal ook de Zoon zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij allen in allen. 1 Korinthe 15, vers 28. Dus, wanneer de gemeente opgenomen is in Israël, zullen de woorden van Amos ons duidelijk worden. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk, Amos 3, vers 2. We moeten hier wel bedenken dat het over het volk als volk gaat. Als individuen zullen er afvallers zijn. Lees bijvoorbeeld, want niet alle die van Israël afstammen zijn Israël, en zijn ook niet alle kinderen omdat zij nageslacht zijn van Abraham. Romeinen 9, vers 6 tot 7. En vergelijk ook Matthäus 3, vers 9, Handelingen 3, vers 23 of elders. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de kracht in de toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hem betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreeën 6, vers 4 tot 7. Dat de heidenwereld, voor zover zij zich bekeerd heeft, tenslotte in Israël zal worden opgenomen, kunnen we ook in psalmen lezen. Heerlijke dingen zijn voor u te zeggen, o gij stad Gods, Rachab en Babel vermeld, ik als degene die mij kennen, zie Filistea, Tyrus en Ethiopië. Deze is daar geboren, ja, van Sion wordt gezegd, ieder van hen is naar haar geboren. Hij de Allerhoogste bevestigt haar, de Heere telt bij hen opgeschreven de volken, deze is daar geboren. Psalm 87, vers 3 tot 6. En zo zei Paulus aan de Efeziërs dit geheimnis. De heidenen, dat wil zeggen de verheidense Israëlieten, zijn mede-erfgenamen geworden, medeleden en medegenoten van de beloften in Christus Jezus door het evangelie. En Jezus openbaart aan Johannes op Patmos dat een ieder die zijn geloof gebouwd heeft op het fundament der 12 apostelen, het nieuwe Jeruzalem slechts kan binnengaan door de 12 poorten waarop geschreven staan de namen van de 12 stammen der kinderen Israëls. U kunt dat lezen in Openbaring 21, vers 12 tot en met 14. De bruid. Enkele opmerkingen over de bruid. In Hosea staat in de nieuwe vertaling, ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Hier spreekt God tegen Israël, Hosea 2 vers 18. Maar er staat eigenlijk, ik wil mij u voor altijd verloven. In Openbaring wordt Israël symbolisch voorgesteld door het nieuwe Jeruzalem versierd voor Raman.
Openbaring 21 vers 2 en Openbaring 21 vers 9 tot 13. In Openbaringen 22 zegt de geest en de bruid, dat is het nieuwe Jeruzalem, kom, ga in door de 12 poorten, Openbaringen 22 vers 12 en 7. Jesaja zegt, vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. De smaad van uw weduwschap, dus na de dood van Jezus, zal ik niet meer gedenken, want als een verlatene en diep bedroefde vrouw heeft de Heere nu geroepen, samen Juda en Ephraim. Jesaja 54 vers 4 tot en met 8. En toen de draak zag dat hij op aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind voortbracht. Openbaringen 12 vers 13. De vrouw kan niet de kerk, de gemeente zijn, want deze heeft Jezus niet voortgebracht, juist omgekeerd. En aan de vrouw, dat wil zeggen Israël, werden de twee vleugels van de grote arend gegeven. Gods voorzienende bewaring zie ik zo, dus 19 vers 4, om naar de woestijn te vluchten naar de plaats, 2 Samuel 7 vers 10, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Dus dat is buiten Palestina. Openbaringen 12 vers 13 en 14. En vergelijk dan Hosea 2 vers 13 en 14. En de draak werd toornig op de vrouw, dus op Israël, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden, dat wil zeggen het wetten en de getuigenis van Jezus hebben. En dat waren natuurlijk de bekeerde Israëlieten. Openbaringen 12 vers 17. Melchizedek. Misschien is het wel de mooiste titel die wij kennen van Jezus. Melchizedek, de koning en hogepriester. Hoewel deze gecombineerde functies bij heidenen wel voorkwamen, was deze in Israël verboden. Uit Juda kwam de koning en uit Levi de hogepriester. Men zou hooguit Salomo een voorafspiegeling hiervan kunnen noemen bij de inwijding van de tempel, zoals we lezen in 1 Koningen 8 vers 14 tot en met 53. Het was dus een duidelijke scheiding van kerk en staat. Voor ons blijft deze Melchizedek een wonderlijke figuur. Van hem staat geschreven, koning der gerechtigheid, koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens. De zoon van God gelijkgesteld blijft hij priester voor altoos, zegt Hebreeën 7 vers 2 en 3. En verder, nog veel duidelijker wordt het, als naar het beeld, het evenbeeld van Melchizedek, een andere priester opstaat, en dat is Jezus, die dit niet is geworden krachtens een wet met een voorschrift betreffende de vleeselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Hebreeën 7 vers 15 en 16. Er zijn diverse verklaringen gegeven over wie Melchizedek was, maar geen van alle voldoen. We kunnen ons beter afvragen wie hij niet was. Hij was niet Jezus. Jezus had God als vader en Maria als aardse moeder en als zodanig een geslachtsregister. 2. Melchizedek was de zoon van God, gelijkgesteld, dus niet dezelfde. Jezus was naar de ordening van Melchizedek, dus niet dezelfde. 4. Jezus is niet naar het evenbeeld van een ander in verband met Melchizedek. Hij was geen mens. 1. Melchizedek is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. 2. Hij was zonder begin van dagen of einde des levens. 3. Een mens is niet een priester voor altoos. 4. Jezus is niet naar het evenbeeld van een mens, namelijk van Melchizedek. Hij was niet Adam. 1. Adam was geen koning der gerechtigheid van Salem. 2. Adam had wel een einde des levens. 3. Adam was niet de zoon van God gelijkgesteld, juist door zijn overtredingen moest Jezus komen. 4. Adam is geen priester voor altoos. Hij was ook geen engel. 1. Engelen zijn niet aan de zoon van God gelijkgesteld. En engel is geen priester voor altijd. Jezus is niet naar het evenbeeld van een engel. 4. Een engel is geen koning der gerechtigheid. Melchizedek was dus niemand, tenzij een zeer boute bewering. Hij was een Adam van een andere schepping, maar niet gevallen als onze vaderen. En hoewel deze Melchizedek voor ons een onbegrepen persoon is,
van onze Heer Jezus kan dat niet gesteld worden. Voor eerst is hij naar deze ordening hogepriester, dus niet van het oude Mosaïsch verbond, maar van het volmaakte nieuwe verbond. Het oude was slechts een zinnenbeeld waarbij de heilige der heiligen verborgen bleef. Jezus heeft door zijn eenmalig offer de weg tot God ontsloten. Symbolisch voorgesteld toen het voorhangsel scheurde, Hebreeën 6 vers 19 en 20. Hij behoefde, in tegenstelling tot de Levitische hoge priester, maar eenmaal het offer te brengen en niets, zoals op heidense wijze bijvoorbeeld bij de mis, voortdurend geofferd worden. Jezus als hoge priester. De priesters van het Mosaïsch verbond waren gebonden aan een wet met voorschriften, waarvan de Zoon heeft God gezworen met een eed, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, een borg van een verbeterd verbond, Hebreeën 7 vers 22. En zo worden wij geroepen om met vrijmoedig te gaan tot de troon der genade, dat wil zeggen tot onze Heere en Heiland gezeten op zijn priestertroon aan de rechterhand van God. Zie Hebreeën 4 vers 14 tot 16 en hoofdstuk 10 vers 1 tot 14. Als wij zelf niet weten wat wij zullen bidden, is er de geest van Christus Jezus die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8 vers 26. Zo heeft hij een zoveel verhevener dienst verkregen. Als hij de middelaar is van een beter verbond waarvan de rechtskracht of betere belofte berust in. Hebreeën 8 vers 6. Ten tijde van het Oude Testament zat de hoge priester op zijn aardse troon, Zacharia 6 vers 13. Maar door de zoenoffer van Jezus is deze priestertoon overbodig geworden, opmerking. In de nieuwe vertaling staat, nimmer zal het David ontbreken als een man die op de troon van het huis Israëls gezeten is. En de Levitische priesters zal het nimmer ontbreken voor mijn aangezicht aan een man die brandoffers offert. Jeremia 33 vers 17 en 18. In het Hebreeuws staat voor nimmer het woord lo, en dit betekent gewoon niet en nimmer of nooit, laat staan eeuwig. Bijvoorbeeld bij de aankondiging van Isaaks geboorte zegt de Heere tegen Sara, nee, gij hebt wel gelachen. Vergelijk ook lo ami, niet mijn volk. De Statenvertaling geeft hier inderdaad niet het niet ontbrekende bedoel te zeggen, totdat Jezus deze functie overneemt. Zo is Jezus nu als hoge priester en dus als middelaar gezeten aan de rechterhand des vaders op zijn priestertroon, zoals we lezen. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voeterbank uw voeten. Matteüs 22 vers 44, Handelingen 2 vers 35, Hebreeën 1 vers 13. En van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende met de wolken des hemels. Matteüs 26 vers 64, Markus 14 vers 62, Lucas 22 vers 69. Jezus is opgenomen en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Handelingen 7 vers 56. Stefanus ziet Jezus staan aan de rechterhand Gods. Handelingen 7 vers 56. Christus Jezus is de gestorven, wat meer is, de opgewekte, die de rechterhand God is, die ook voor ons pleit. Dat wil zeggen als hoge priester. Romeinen 8 vers 34. God heeft hem uit de doden opgewekt en hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Efeziërs 1 vers 20. Jezus heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Hebreeën 1 vers 3. Wij hebben zulk een hoge priester die gezeten is de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Hebreeën 8 vers 1. Deze is echter nu één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende totdat de vijanden gemaakt worden tot een voetenbank voor zijn voeten. Hebreeën 10 vers 12 en 13. Jezus, de schande van het kruis, dus dat is de verzoening van de hoge priester niet achtende, is gezeten ter rechterzijde van de troon Gods. Hebreeën 12 vers 2. De doop is een beden van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is. 1 Petrus 3 vers 21 en 22.
tot aan zijn wederkomst vervult Jezus het hoge priesterschap, zoals wij lezen bij zijn afscheidswoorden. Uw hart worden niet ontroerd, gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zal ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij moogt zijn waar ik ben. Johannes 14 vers 1 en 3. Ook in zijn hoogpriestelijk gebed komt dit duidelijk tot uiting. Vader, de uren is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Gelijk hij hem macht gegeven hebt over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijk op de aarde door het werk te voleindigen, dat gij mij te doen gegeven hebt. En verder, ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Johannes 17, vers 1 tot 3 en vers 9.